Voorthuizen ruilen vandaag 35 ondernemers van baan. Job rotation. Het is een idee dat al langer bestaat, maar volgens de gemeente is dat niet eerder in Nederland gebeurd. Gerbrand van Elten, in het dagelijks leven fiscalist. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Wat bent u vandaag? Vandaag ben ik een dag slager. Oh? Dat is heel wat anders. Heeft u daar zelf voor gekozen? Nee, daar heb ik niet zelf voor gekozen. Daar ben ik bij ingedeeld, net als alle andere 30, 40. Dus het is een soort tombola waar die 35 ondernemers in zijn gestopt? Ja, ja, daar komt het inderdaad op neer. Je kon je aanmelden om uitgezonden te worden, zou ik maar zeggen. En dit is het resultaat. En wat houdt dat in, meneer Van Elten, dat u slager bent vandaag? Gaat u dit mes ter hand nemen? Nou, dat is voor mij nog een grote vraag. Maar ik denk dat de dag begint met het ter hand nemen van het mes. Daar kijk ik misschien meer dan dat ik werkelijk als slager optreed. Maar er worden wel wat stieren geslacht. Maar u kunt bij mij ook wel een onsje ham komen kopen vandaag. Er worden wat stieren geslacht? Ja, want een slager moet wel slachten voordat hij zijn vlees kan verkopen. Ja, ja, maar dat zijn geen koeien, maar stieren dus. Ja, dat klopt. Maar daar bent u dan bij? Daar ben ik in ieder geval bij. Maar wat mijn actieve rol zal zijn, dat weet ik zelf ook nog niet. Ja, daar moet je toch maar zin aan hebben. Ja, daar moet je zin in hebben op dit vroege tijdstip. En dat heb ik. Waarom? Nou, omdat ik het leuk vind om eens bij een ander te kijken. Want nou ja, daar word je nooit dommer van om te kijken hoe een ander zijn business runt. Ja, gaat het echt om elkaar te leren kennen? Of denkt u ook dat u op de lange termijn er zelf iets aan heeft voor uw eigen werk? Nou, ik heb geen ambities om slager te worden. Nee, maar ik bedoel, je kunt natuurlijk iets leren wat u kunt toepassen als fiscalist. Dan ligt het wel heel ver uiteen, maar je weet het nooit. Het ligt ver uiteen, maar dat is wel een van de doelstellingen van deze job rotation dag in Voorthuizen. Dat je elkaar leert kennen en elkaars business. En ziet hoe iemand anders zijn dingen doet en zijn problemen oplost. Wat zou dat voor voordelen op kunnen leveren dan? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want mijn business ligt daar wel ver bij vandaan. Maar hoe je een bedrijf leidt, daar kun je altijd van leren als je je ogen openhoudt en naar een ander kijkt. Dus het is ook vooral de bedoeling dat u vandaag praat met uw collega's voor één dag? Nou, ik denk dat ik ook gewoon actief aan de bak mag. Maar ik hoop Slager Mulderij ook zeker te spreken vandaag. Ja. En gaat u hem dan ondertussen ook binnenhalen als klant? Iedereen is welkom, mevrouw. Heel diplomatiek geantwoord. U heeft daar natuurlijk nog helemaal niet over nagedacht. Totaal niet, totaal niet. Dat is niet het doel van vandaag. Oké. Okay. Dank u wel en veel plezier. Dank u wel, hartelijk dank en goedemorgen. Gerbrand van Elten, vandaag dus slager, de rest van het jaar fiscalist. En dit experiment vindt plaats in Voorthuizen. Het NOS Radio 1. Oké. Okay. Ja. Dank je wel. Aan Sam. Dus dat valt niet allemaal mee, hè? Ja, maar nou moet ik even om je heen zo, hoor. Ja. En nu moet hij weer hierheen. Ja. U bent fiscalist en nu moet u opeens in de slagerij staan. Wat vindt u daarvan? Nou, een wereld van verschil. En wat het me brengt is voor mij een verrassing. Ik heb er zin in en wacht af. En hebt u er een beetje vertrouwen in, zo'n fiscalist hier tussen het vlees? Jawel, dat gaat helemaal goed komen. Ja, dat geloof ik. Kijk uit voor de vingers, hè. Je moet me niet te veel storen, want ik heb al mijn concentratie nodig. Mevrouw, goedemorgen. Mag ik proberen u te helpen? Goedemorgen. Nou, ik denk dat wel lukt. Ja. Hoe vond u het dat hij het deed? Geweldig. Ik vind het een hele leuk idee. Vroeger op mijn eigen werk hebben we het ook wel eens gedaan. En dat leerde echt heel goed van. En hij deed het heel goed, vriendelijk. En ook met de kassa ging die later heel goed overweg. Ja. Nou, het is een fiscalist, dus met de kassa moet hij goed om kunnen gaan. Is waar, dat is waar. Nee hoor, hij deed het heel goed. Ik zou niet zeggen dat hij hier voor het eerst bezig is. Alsjeblieft. En heel veel succes vandaag. Dank u wel. Goedemorgen. Hoofdpunten van het Gelders Nieuws. Volgens Rijkswaterstaat is het toeval dat twee schepen op de IJssel zijn vastgelopen. De lage waterstand zou voor schippers geen probleem moeten zijn. Harderwijk altijd welkom is de nieuwe slogan waar Harderwijk zich mee wil profileren. En een accountant die carbonades hakt of de campingbaas die even fietsenmaker is. In Voorthuizen wisselen tientallen ondernemers voor een dagje van baan. Dit is Radio Gelderland.
Dan nog naar Voorthuizen, dat ligt in Gelderland. Daar ruilen vandaag verschillende mensen voor een dag van baan. De bakker is even slager, de kapper een tuinman en zo verder. Dat is volgens de gemeente Voorthuizen in Nederland nog nooit op deze manier gedaan. En zo staat er ook een kapper vandaag in de snackbar. Op zich gewoon ontzettend leuk om de keuken van een ander te kunnen kijken. Heb je al een specialiteit ontwikkeld? Ja, ijs draaien. Ik kan ontzettend mooie ijsjes draaien. Patatje kapsalon? Nee, dat is niet mijn specialiteit, maar die gaan we proberen. Ja, er doen 40 mensen mee aan deze ruil. Wij gaan ook even een baan ruilen. Oh, wacht. Doe jij het laatste zien? Ja? Ga je een nieuwslezertje spelen? Ja. Oké. Okay. Oh, god. Oké. Okay. Nou, zal ik je even aankondigen dan voor de laatste zin? Dames en heren, het nieuws met Sander Lantinga. Er doen bijna 40 mensen mee aan deze ruil. Mooi zeg. Heel mooi. Goed hoor. Ook zo toe aan een nieuwe uitdaging. In Voorthuizen ruilen alle ondernemers één dag van baan. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. Foute bestellingen, een hoop neeverkopen en verkeerd afgewogen producten. Kortom, het was vandaag echt een zootje in het Gelderse Voorthuizen. Ja, en de oorzaak is een grote banenruil. De kapper bakt friet, de fiscalist staat bij de slager en de slager staat op zijn beurt weer op het vakantiepark. Nou, gelukkig wel allemaal onder begeleiding, wat anders. Mevrouw, mag ik proberen u te helpen? Ik doe het voor het eerst, als u me dat vergeeft. Ik moet steeds de hulp inschakelen. Ja, het wordt ook niet echt makkelijk gemaakt, nee, hè? Nee, al die moeilijke vragen. Ik kan beter een plakje worst verkopen. Voorthuizen, de entree van de Veluwe, zo noemen de ondernemers het tenminste. En dan is saamhorigheid in het dorp erg belangrijk. Vandaar dat de winkeliers voor één dag elkaars baan overnemen. Nou, kijk eens aan. Frietbakken voor scholieren bijvoorbeeld, maar dan niet te veel zout. Ben je niet bang voor vet haar? Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend, hè? Nee hoor, ik denk dat ik dat straks thuis kan oplossen. Daar heb je goede oplossen. Producten voor. Ja, ja. Dat gaat helemaal goed komen. De kijkers! Ho, wacht. Een paar deuren verder wordt gegoocheld met gewichten. Oh. Help me. Hoe bevalt het? Nou, dat is moeilijker dan je denkt, maar dat heb je wel gezien. Het is net werken. Dus pittig, maar leuk. En als je je ogen openhoudt, dan kun je ook nog eens wat leren van een ander. Dus, dan een kilo meer is dan 500 gram. Ja, inderdaad. Nou, die les heb ik al gehad. Dankjewel. Oké, ja, dan moet ik even... toch hulp inschakelen. Zo makkelijk zo, wel wat werk wordt gedaan. Ja, zo gaat het makkelijk af, ja. Nou, gaat het om job rotation? Zou het ook een job swap kunnen zijn? Nou, nee, dat denk ik niet. Nee, het zal voor mij zeker geen job swap worden. Nee, ik ben echt kapster. Dat is toch het allerleukste vak. Dus ik ga morgen weer heerlijk in mijn eigen salon aan de gang. Nou, dat klinkt als een succes. Nou, leuk toch? Wachten. En dan gaan we nu snel naar een landheer, niet ver vandaan. Hier is Utopia. Nog fijne avond. Fijne avond. In Voorthuizen in Gelderland is de bakker vandaag even de tuinman. Bouwvakkers staan in de dierenwinkel en de belastingadviseur bindt een slagersschort om. De plaatselijke ondernemersvereniging wil dat eigenaren van het bedrijf elkaar beter willen leren begrijpen en dus wisselen van baan. Onze verslaggever Jannik Eeling wil ook wel eens wat anders. En daarom staat hij vandaag in de snackbar van Voorthuizen. Goedemiddag, kan ik u helpen? Stella van Hoek, normaal gesproken kapster bij haar studio De Knipmuts. Dat speciaal met curry of met ketchup. En nu met de frituurpan in de hand in plaats van met schaar. Ik mag patatjes bakken, ik mag bestellingen bij mensen brengen. Nou, het is gewoon heel erg leuk om dit een keertje te doen. Maar het is wel even wennen. Het moeilijkste is met hele grote dienbladen lopen en dan ook nog zorgen dat alles op plat blijft liggen. Wat is nou het leerzame van vandaag? Ik heb gewoon nooit geweten dat er zoveel ruimte in het pand zat en dat er zoveel spullen achter stonden. Het is op zich gewoon ontzettend leuk om de keuken van een ander te kunnen kijken. Robert Teveen van de ondernemersvereniging in Voorthuizen zit in de snackbar. Nou hoort het er op een dag als vandaag wel even bij dat wij dan ook van baan verwisselen. Dus ik ga hier even lekker zitten. En ben jij nu de verslaggever? Nou, dankjewel. Dan mag ik dus ook van baan wisselen. En ben ik vandaag
officieel NOS-reporter. En het is de bedoeling dat ik jou ga interviewen. Smaakt jouw bestelling een beetje? Nou, het is erg lekker. Ik zit aan een patatje kapsalon. Ik begrijp alleen dat het door een kapster is gemaakt. Nou, dat klopt. We hebben vandaag in Voorthuizen een uniek iets. Een landelijke primeur in Nederland. We hebben Job Rotation Voorthuizen. We willen dat de ondernemers meer gaan samenwerken en ook meer begrip voor elkaar als bedrijf kunnen vinden. Nou, we gaan even naar Stella toe. Die is hier druk bezig met mij in de cafetaria om frietjes te bakken. We gaan even kijken hoe het met haar gaat. Ja, ik heb gewoon talent voor patatbakken, denk ik. Zou je morgen weer terugkomen naar hier? Nee, Rob, dat ga ik echt niet doen. Ik blijf gewoon echt kapster en morgen ga ik... Dit is NOS op 3 van woensdag 25 juni. Inwoners Geldersdorp wisselen voor één dag van baan. Het was een rare dag in het Gelderse dorpje Voorthuizen. Denk je een kroketje te gaan scoren, word je geholpen door de kapper. Tientallen ondernemers wisselden voor een dagje van baan. Nou, van werkplek wisselen binnen een bedrijf gebeurt vaker. Maar job rotation in een heel dorp is nieuw. De eigenaar van de doe-het-zelfzaak als fietsenmaker. De bouwvakker die in de dierenwinkel werkt. En Robert, normaal snackbarhouder, wisselt de hamburgers in voor telefoons. Heren, goeiedag. Goeiedag. Maar zo'n eendagsbaan is niet makkelijk. Ik doe vandaag job rotation, dus voor mij eigenlijk mijn eerste werkdag hier. Tuurlijk is het lastig en dat is ook het leuke ervan. We proberen hierom dat meer mensen ook zeg maar, van elkaar kunnen leren. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar de horeca, dat is natuurlijk de gastvrije sector. Daar kunnen heel wat bedrijven van leren. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. In Amerikaanse hotels maken ze al langer gebruik van job rotation. Resultaat, meer teamgevoel onder het personeel en dat is goed voor de service naar toeristen. Hallo. Welkom, kan ik je helpen? Maar er moet natuurlijk wel iemand op de snackbar passen. Kapster Stella verruilt de föhn voor de frituur. Kijk eens meneer, dat is alvast uw bestek. Uw burger komt er zo aan. Ik heb bestellingen opgenomen, ik heb patatjes gebakken, mensen bediend. Het is gewoon heel grappig om een keer bij een ander mee te mogen draaien en letterlijk bij hun in de keuken te mogen komen kijken. En je moet het maar durven, een aangebrande frikandel en de klant komt nooit meer terug. Ik heb alle vertrouwen in Stella. Stella is mijn buurvrouw ook, dus we kennen elkaar ook wat langer. En Stella is een goede ondernemer en ik maak me totaal geen zorgen. Eet u het hierop of neemt u het mee? Toch mist de kapster nog iets belangrijks in de snackbar. Dat je kapsel, die hebben ze hier niet op de kaart staan. Dat is jammer, daar ga ik het met Robert over hebben. Ja, en dat lijkt me eigenlijk ook wel wat wisselen van baan. Dus ik sluit hem even af vanaf hier. Vanaf 6:30 zijn mijn radiocollega's weer te horen op 3FM van X en Radio 6. En ondertussen zijn we natuurlijk online. Nog een fijne nacht. En een dag van baan ruilen, dat hebben ze in Voorthuizen gedaan. Daarom onze nieuwsvraag, met wie zou jij wel eens van baan willen ruilen? 0800-1122, je mag sms'en naar 2222 of gebruik de Radio 2-app om te reageren. En ook leuk. Ga je voor een frietje naar de snackbar, vind je daar de kapper achter de toonbank en dan ga je naar de slager waar je de belastingadviseur met een schort voortreft. In Voorthuizen, vlakbij Barneveld, keken mensen gisteren gek op, want de lokale ondernemersvereniging kreeg zo'n 40 ondernemers zover om te ruilen van baan voor één dagje. Annemara van onze redactie, jij bent erin gedoken. Hoe is het met Voorthuizen na die dag? Staat het dorp nog overeind of is de hele boel failliet gegaan? Nee, staat zeker nog. Het is wel grappig, want ik vroeg dat ook toen ik mensen sprak die dus van baan waren gewisseld. Van, goh, kan een kapper wel een beetje friet bakken? Gaat dat niet mis? Maar dat is helemaal goed gegaan. En er is wel heel veel geruild. Kappers, garagehouders, snackbar, architecten, tuinders, fietsenmakers, noem het maar op. Iedereen deed mee. Wie heb je verder gesproken daar? De voorzitter van de Vereniging voor Ondernemers in Voorthuizen, Gerbrand van Elten. Hij is zelf belastingadviseur en ruilde voor de gelegenheid zijn stropdas in voor een schort en een hakmes. Maar of hij die ook durfde te gebruiken? Mijn werkdag begon vroeg, om 6:45 was ik in de slagerij aanwezig. Dat was ook nodig, want er arriveerde een koe in delen van ik geloof 80 of 100 kilo. En die moesten uitgebeend worden. En dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Dat is gisteren ook niet gebeurd, want al snel besloot ik om meer te kijken dan te doen, want de messen zijn scherp. Het is echt een ambacht. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb veel gekeken. Slager Mulderij die kan dat veel beter dan ik. Geweldig, hè? Dus de driedelige grijs normaal gesproken. En dan stond hij in zijn groot slagerschort, komt er een halve koe binnen. Dat is iets van, prima, maar dat maar eventjes niet. Ja. Nee. Leuk, ruilen voor één dagje. Heb jij zo'n wens? Zou je iets kunnen verzinnen waarvan je denkt, dat zou ik wel een dagje willen doen? Nou, ik vind dit heel leuk.
Maar als ik dan toch moet kiezen, dan zou ik wel een dagje als advocaat in de rechtszaal een vlammend betoog willen houden. Oké. En jij? Om een zware crimineel vrijpleiten. Nou, het liefst dan iemand die het ook verdient. Oké, ja. Ik zou wel een dagje op een trein willen rijden, gewoon als machinist. Dus dat je raast over dat spoor en dat je snelheid probeert te maken waar het kan. En dat je dan weer op tijd gaat afremmen, zodat je bij het juiste perron op het juiste moment stilstaat. Dat lijkt me een enorme uitdaging voor een dag. Goed inparkeren dus. Ja, maar met treinen is dat nog weer ingewikkelder dan met auto's. Een heel stuk ingewikkelder, ja. Lijkt mij. Dat soort verhalen willen we van luisteraars ook graag horen. Klopt, en het loopt al best wel binnen, moet ik zeggen. Via Facebook kregen we een bericht van Natasja Dijsselhof. Zij wil bijvoorbeeld best wel voor een dagje glazen wassen en dan het liefst in zo'n heel hoog bengelend bakje aan een torenflat. Of André Vroeling, die wil meer down to earth. Hij ziet het wel voor zich om in een grasmaaier zo'n heel mooi wijds grasveld te maaien. Maar dan wel liefst om 9:00 ochtends een pauze onder een boom met koffie en een boterham. Geweldig, leuk. Ja. Oh, dat lijkt me ook wel wat. Zo'n grasmaaier waar je op kan zitten. En dan zo, en dan die flappen neergooien. En dan even omhoog als er een boom is. Ja, ook leuk. 0800-1122. SMS'en kan naar 2222. Je mag ook reageren via de Radio 2-app. Met wie zou jij wel eens van baan willen ruilen? De Nieuwsvraag. Wie zou jij wel eens van beroep willen ruilen? Ton zou wel een dagje willen ruilen met minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst. Waarom? Nou, hij heeft veel in de lokale politiek gedaan en hij denkt dat hij de Tweede Kamer wel kan overtuigen. Want zijn doel zou zijn om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. Nu ligt dat echt op zijn gat. Tineke Beersen wil een dagje werken op de kostuum- en make-up afdeling van een grote film. Van The Hobbit, van Lord of the Rings, van Pirates of the Caribbean. Tineke, goedemiddag. Hallo. Kun je dat dan? Het moet wel historisch verantwoord zijn natuurlijk, hè, al die kostuums. Maar ik kan wel een kostuumpje in elkaar frutselen, hoor. Doe je dat wel eens? Nou, ik heb voor mijn dochter heel veel verkleedkleren, zoals wij dat noemen, dan genaaid. Prinsessenjurken en mooie mantels met glitter. En dat is wel een hobby. En wat zou het pak zijn waarvan je zegt van, nou, dat lijkt me echt de allergrootste uitdaging om dat in elkaar te rijgen eerst en dan te stikken? Een soort Marie-Antoinette jurk. Oh ja? Met allemaal van die laagjes over elkaar heen, is dat? Allemaal laagjes en tulle en kantjes. En ja, dat lijkt me echt helemaal geweldig. Waarom ga je het niet doen? Ja, waarom ga je het niet doen? Dat zou kunnen. Het is niet zo'n sector waarvan je denkt van, daar heb je zo snel een ingang van. Je kent niet iemand die daar werkt. Of ik stuurt niet zomaar een brief van, ik kom bij u wel eventjes een historisch verantwoord kostuum maken. Nee, ik heb geen idee hoe die wereld in elkaar zit. Nee, goed, maar als je iets heel moois gemaakt hebt en je hebt daar prachtige foto's van, je kunt mensen overtuigen van je talent, wie weet. Het zou kunnen. Heb ik je op een spoor gezet nu? Nou, dat inderdaad. Ik ga even zoeken of ik daar een e-mailadres of Facebook-account van kan vinden. Want dat lijkt me toch wel heel leuk. Hartstikke leuk. Succes en laat maar weten hoe het afloopt. Oké, fijne uitzending. Dankjewel. Goed. 0800-1122. Met wie zou jij wel eens van baan willen ruilen? Je mag natuurlijk ook de Radio 2-app gebruiken om te reageren.